Het pakketje werd dus hier aangetroffen en het lag op deze prullenbak. De explosieve opruimingsdienst is hier geweest en die heeft met een soort röntgenapparaat een scan gemaakt. Daarna hebben ze het meegenomen en hebben ze het daar neergelegd. Daar is een monster genomen en bekeken of er explosieven in zaten. Nou ja, op het moment dat het pakketje werd gevonden en dat er toch een soort opschaling plaatsvond, is er een veilig gebied gecreëerd van 50 meter rond het pakketje. En nu is er inmiddels, nadat bekend was dat het niet een explosief betrof, is er weer afgeschaald en is het park ook weer toegankelijk. En hoe zag het pakketje eruit? Ja, het pakketje was niet zo heel groot. Het had een beetje de grootte van een baksteen. En voor de rest heb ik er ook geen details van. En dat is dus onderzocht. En wat is daar uit het onderzoek gekomen? Het pakketje is onderzocht en uiteindelijk is er gelukkig geen explosief aangetroffen. Dus het bleek geen explosief te zijn. Nee, en is het ook duidelijk wat er dan wel in zat? Nee, daar heb ik geen informatie over.